Liefste dappere leeuwinnen en leeuwen, Gino terug van Friends for Truth. Het is een uiterst kortje vandaag, maar ik wil toch duidelijkheid geven aan jullie dat ik meer en meer zie dat het geen barstjes niet meer zijn in dus de mainstream, lamestream media, maar dat het eigenlijk echt wel gigantische breuken zijn die ontstaan terug. Ik had eigenlijk een volledig filmpje gemaakt rond de Fox News Primetime. Zeer in de diepte, dus ik raad je aan om dat toch ook te gaan opzoeken. Een paar dagen terug heb ik dat gemaakt, maar nu is het eigenlijk een heel kortje dat iemand geplaatst heeft, Mary. En dus gaan we een keer gaan luisteren. Het is weer echt duidelijkheid. Dus zaken die vroeger op de mainstream media zeker nooit gingen ter sprake komen, komen nu volledig ter sprake. Dus het is kort, ik ga er niets op zeggen. Het is enkel duidelijk te maken dat de breuken op de mainstream media volop bezig zijn. Dus we gaan het schermpje delen. Voilà. We gaan het een beetje groter zetten. Dus goed luisteren, het is maar kort. Maar het gaat over dus uiteraard wat dat er in Canada gebeurt, dus met de konvooien daar. En dus daar debatteren ze kort over. I'm puzzled. You know, this is a, from what I've read, it's a relatively peaceful protest. And now the police are doing something that I didn't realize was against the law. And that is, if you bring somebody some gas, they're gonna arrest you. What's going on? Well, I think you have a straight out power struggle between the people and the government. And you have a government that's all across the planet that's using the epidemic as an excuse to impose its will. Hoor je wat dat hij zegt? Dus, het gaat eigenlijk over een gevecht, zegt hij. Een krachtgevecht eigenlijk tussen het volk op dit moment, zegt hij, en dus de regeringen. Uiteraard in Canada, maar dan zegt hij over de global earth. Dat is belangrijk wat die man hier juist heeft komen te zeggen. To try to coerce people into obeying. It's taking no prisoners. I mean, the fact is, you know, I would have thought the Canadians had a long tradition of... Je zegt dat de bedoeling is even te kijken hoe ver dat ze kunnen gaan voor dus de mensen te obeyen, dus te laten gehoorzamen in al hun controlesystemen dat ze eigenlijk op ons willen plaatsen om ons verleden dus de mond korven, of muilkorven en... En dus ons volledig in slavernij te brengen, wat dat een doel was, maar het zal uiteraard niet lukken, want de wereldrevolutie is nu echt aan het uitbreiden overal. Ja, je kunt gewoon heel land bekijken, of het is vol een bak, overal volle bak revolutie. Het is wereldwijd, mensen, dus het gaat niet meer terugkeren. Nee, we gaan nu straight forward naar de Great Awakening en naar het volledige ontploffen van alles. Being relatively polite, nice people, but now that you have truckers challenging the government's reacting ferociously. More ferociously than you'd ever have for that kind of a protest in the U.S., which to me is amazing. No, I completely get that. And the truckers say they're not going to leave until the mandates are lifted. Well, I think you're seeing this happen in country after country. It's finally hit people. This stuff's all baloney. It's all about a pop. Hij zegt, het is nu country per country, dus nu land per land, zegt hij, is dan is bezig. En zegt hij, alles wat ze geprobeerd hebben te doen op ons, maar heel dat COVID en heel die onnozele toestand, in feite, zoals ik al altijd gezegd heb, in feite, is all baloney, zegt hij. Het is dus allemaal eigenlijk opgezet, vervalste... Ja, bullshit eigenlijk. Sorry voor het gebruik van het woord, maar dat is het eigenlijk, ja. Power struggle has nothing to do with public health. It has nothing to do with concern about you as a person. And you saw the same thing with Stacey Abrams and the kids in that classroom. All those kids are being coerced into wearing a mask, which they don't need to be doing. Meanwhile, as a powerful politician, she's sitting there with no mask, because after all, how could she get a good picture if she's in a mask? And you've seen this kind of hypocrisy over and over across the whole system, whether the governor of California, you know, going to a football game without a mask while demanding that everybody in California wear a mask. But you do see all over the world people getting fed up with governments that have become remarkably authoritarian and are willing to use their police powers to really go after people in a serious way. And by the way, I think GoFundMe is now going to be investigated by at least three different attorneys. Yeah, GoFundMe. Wij ook met onze bewuste burgers gebruiken ook GoFundMe. Maar goed, ja, we zijn zodanig klein dat het natuurlijk niet belangrijk is. Maar GoFundMe was ook door de truckers te helpen en zo. En ze hebben dat allemaal ingehouden. Ze hingen dat zo gezegd aan een andere
Charity, ja, een van hun kabaltoestanden natuurlijk gebruiken. Maar het is er dan veel direct, ik weet niet hoeveel rechtszaken tegengekomen, dat ze dan zeggen, oei, men was vergist, het was dat niet dat we bedoelden. Dus je voelt, het is overal, die kabal zit overal, maar ze worden overal in feite teruggefloten. State attorney generals, because it took the money and then didn't give it to the people it raised the money for. Yeah, and GoFundMe said, we're going to give it to other charities instead. And then there was blowback, and it's like, okay, we were just kidding. We're going to give you all the money back. Newt, ultimately, how does this end in Canada? I mean, they can't sustain this for long. I mean, these truckers eventually are going to have to go back to work. Well, it depends on how mad the truckers get. And it also depends on whether other people start helping them. There is a point when Chris and I did a movie about John Paul II going back to Poland in 1979, there's this great moment where this person says, when a million people came out for mass in Warsaw, we looked around and realized there were more of us than there were of the security guards. And all of a sudden we said, why are we afraid of them? Right. And I think what you're going to start seeing happen is people are going to side, I think, are going to end up siding with the truckers against the government. I've seen that movie. It's great. Ja, ik denk het ook. Hij heeft ook hier een voorbeeld van een film dus, waar dat eigenlijk van Polen in de Warschau, je weet wel, waar dat ze dan daar in de haven, daar, hoe noemde die haven nu weer al, waar dat alles begonnen is. En dat ze de bepaald zeggen, ja, we zijn hier met een miljoen betogers in feite of protestmars. En ja, er zijn daar die zogenaamde ja, politie of security, die zogenaamd ons moet tegenhouden. We zijn hier met een miljoen en zijn ze met wat. Als wij hier in actie treden, lopen ze gewoon weg. Lopen ze gewoon overeen, dat vind je boem, kan je dan. En natuurlijk een paar gekwetsten en misschien een paar doden van, maar het is gedaan met hem. Nee? Dus dat is nu aan het gebeuren natuurlijk met die truckers. Het is allemaal vreedzaam en vredelievend. Maar natuurlijk de politie daar, een aantal kabalpolitie nog, die daar nog verder zit tegen die mensen, zit miserie te zoeken. Ja, Trudeau gaat echt moeten oppassen. Hij probeert nu blijkbaar terug te komen, maar goed, aan de andere kant zijn ze, het is hem niet, het is CGI. Dat is heel moeilijk en complex te beoordelen. Hé, maar hoe dan ook, als het hem zelf is dat hij probeert de macht terug te grijpen, had hij echt moeten oppassen. Of zal dat toch, zoals dat we gesproken hebben in mijn andere filmpje, van de vorige filmpjes, hé, dat het niet zoals Ceausescu in Roemenië gaat zijn. Hé, dat de mensen letterlijk hem gaan zoeken en hem verscheuren. Hé, dan is het te laat voor hem. Hé, dan kan hij niet meer... dan is het te laat. Als ze hem te pakken krijgen en het volk wordt kwaad... Ja, dan moet je oppassen. Canadezen zijn daarvoor niet gekend. Canadezen zijn gekend als hele rustige, brave mensen eigenlijk. Het is dat als ze daar pas ook zijn, als de Canadezen in feite op een bepaald moment kwaad worden, ja, dan is het eigenlijk al heel, heel, heel erg. Het is heel, heel erg, ja. See what happens in Canada, because, we're getting to a place where something's got to give, and let's see what it is. Newt, thank you very much for joining us live from DC. Thank you. Good to be with you. Aan het hierbij laten, mensen. Dat was enkel mijn bedoeling. Ik ga dat af en toe kunnen doen als een serieuze breuk. Het was terug Fox News. En ik denk eigenlijk ja, CNN en CNBC en MSNBC en zo verder. ABC hebben zodanig veel verloren eigenlijk in Amerika en ook in hun afzonderlijke subsidiaries. Volgens mij is Fox van de mainstream media, denk ik, nu de grootste eigenlijk in Amerika. Dus dat is weer al Fox. Dus het zou wel kunnen zijn dat de Whiteheads daar volledig gefiltreerd zijn. Dat ze daar eigenlijk de basis zijn of toch een groot gedeelte of misschien alles beslissen nu. En daardoor zie je dus die enorme breuken ontstaan. Dat ze dus echt dingen, ja, letterlijk de waarheid vertalen eigenlijk. Voor wat dat er echt aan de hand is. Dat is ongelooflijk. Maar goed, ik ben daar blij voor natuurlijk. Ik ben daar echt zeer blij voor. En misschien kort in feite. Ik ben vandaag terug naar mijn huis moeten rijden. Voor verder te verhuizen en zo verder. En ja, het was wel een beetje bewolkt hier. Maar ik heb toch geregeld hele grote blauwe stukken gezien. En terug geen enkele chemtrail gezien. Ik heb wel één of twee vliegtuigen gezien. Maar dat je duidelijk ziet is dat het echt condens is. Die direct je ziet hem komen en dan boef. Een aantal seconden later. En 20, 30 seconden later is het allemaal weg. Dus pure condens eigenlijk. Dat heb ik wel gezien. Maar geen enkele chemtrail. Dus dat is nu al de derde dag. Telkens als ik oprijd, is het natuurlijk altijd maar een beetje in dezelfde streek dat ik hier zit. Ik kan natuurlijk maar praten over wat ik hier zie.
Maar goed, dat stemt me toch ook al positief, want ik denk inderdaad dat de kabal zijn geld kwijt is. Dus er zijn zodanig veel in feite, laten we zeggen, beslag genomen en beslag gelegd. Daarvoor zijn er speciale executives gemaakt door Trump en met de alliantie. Ik denk dat er echt heel, heel veel bezig is, waar dat we niet zien mensen, aanhoudingen en dergelijke. Dus ik denk wat er al 2 jaar gezegd wordt, ik denk dat er daar heel, heel veel waarheid achter zit. Oké. En dan misschien nog heel kort in feite. Veel mensen zeggen, ja, maar wat is dat gezien nou met dat lange haar in feite? Omdat ze mij natuurlijk kennen vroeger, altijd met zeer kort haar. Allee, zo, toch zeer kort haar, ja. En dat is eigenlijk mijn COVID-koepen. In feite kun je zeggen, dat is mijn koepen voor de COVID. Dat is de koepen die eigenlijk een beetje verplicht geweest is door het feit dat je moet mondmaskers aandoen en toestand van naar de coiffeur te gaan. Heb ik dat uiteraard niet gedaan. Niet willen doen, uiteraard. Ja, je kent mij. Dus daardoor heb ik dan uiteindelijk gewoon terugvallen. En dan ben ik gelukkig kunnen terugvallen op mijn vrouw. En ja, uiteraard, zij heeft dan feiten af en toe. Dus ja, nu binnenkort gaat er terug een stukje afgedaan worden door mijn vrouw. Dus gelukkig dat mijn vrouw dat wenst te doen. Anders had ik misschien nog veel langer haar. Dus het is pure COVID-koepen. Maar misschien als we de vreugdevuren gaan aansteken en de vreugdedansen gaan doen, gaat er misschien terug een kleine wijziging zijn. Ik denk misschien een wijziging tussen lang haren feiten en hele korte haar misschien ergens. Ergens laat dat zijn in het midden. Maar goed, daarvoor luister je niet naar mee. Maar goed, ja, dat is een klein tussendoortje. Tot het volgende filmpje, mensen. Dag!